Beste fotograaf, wij zijn Yvonne en Frank van Betere Landschapsfoto. Samen delen we een grote passie, namelijk natuurfotografie. Onze specialismen zijn landschapsfotografie, kustfotografie en macrofotografie. We leggen graag de nadruk op het vastleggen wat je met het blote oog niet ziet. We houden van creativiteit en vinden vrijheid in de fotografie belangrijk. We leerden elkaar zo'n 5 jaar geleden kennen en inmiddels werken we al 3 jaar fulltime in de natuurfotografie. Samen delen wij het plezier in het begeleiden van fotografen in hun eigen ontwikkeling. We zijn beschikbaar voor workshops, zowel in groep als privé. Verder kun je bij ons terecht voor fotoreizen, cursussen, waaronder cursussen Lightroom, persoonlijke coachingstrajecten op het gebied van techniek, compositie, sfeer, macrofotografie en kustfotografie, geven we lezingen en hebben we onze eigen webshop. Foto gekregen zoals ik wilde. Ik zal je even het bos laten zien hierachter. Dit is een beetje de achtergrond geweest. Hè? Je ziet dat daar wat gaten invallen van de lucht, zeg maar, in het bladerdek. En die heb ik op de achtergrond genomen. Ik vond het mooiste om deze paddenstoel een beetje te onderbelichten. Gezien de paddenstoel heel fel oranje is en dat wel snel uitgebeten raakt, vond ik het voor de sfeer ook wel mooier. Om te onderbelichten, zodat het mos en de achtergrond wat donkerder werden en de paddenstoel echt eruit sprong. Jullie hebben de paddenstoel gezien. Wij gaan onze trip verder vervolgen. En we gaan kijken wat we nog meer tegenkomen. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Beste fotograaf, welkom bij de workshop Macrofotografie met de Nissi Close-up Lens. Ik ga jullie eerst wat vertellen over de werking van de close-up lens. Waar moet je rekening mee houden en hoe werkt die? En daarna gaan we dieper in op macrofotografie. Nissi heeft een close-up lens uitgebracht. En dat is een voorzetlens, speciaal op bijvoorbeeld teleobjectieven. Wij gebruiken hem ook wel op andere objectieven. En dat is vooral handig wanneer je met macrofotografie wil beginnen en geen macrolens hebt. Dan kan je hem dus op je andere objectieven gebruiken. Of, net als wij, je neemt hem erbij voor als je niet altijd een macroobjectief bij je hebt. En toch in de gelegenheid wil zijn om macrofotografie te beoefenen. En dit is hem dan. De voorzetlens van Nissi. Je schroeft hem letterlijk op je eigen objectief. Waardoor je lens zich gaat gedragen als een macrolens. Dat betekent dat de scherpte-diepte veel kleiner wordt en dat je veel dichter bij scherp kan stellen. Vanaf de voorzetlens kun je scherp stellen van 22 cm tot 30 cm. En omdat je zo dicht op je onderwerp zit, krijg je precies hetzelfde effect als met een macrolens. Door Nissi zelf wordt geadviseerd deze voorzetlens te gebruiken op een objectief van 70 mm tot 300 mm. Op een brandpuntafstand van 200 mm geeft hij vergroting van 1 op 1. Wij zelf adviseren om hem te gebruiken op lenzen vanaf 50 mm. De Nissi close-up lens is in 2 maten te verkrijgen. Hij is in 77 mm te verkrijgen en in 58 mm. En het handige is dat er ook adapteringen bij zitten, zodat je ze op andere maten kan gebruiken. Bij de voorzetlens van 77 mm zitten 2 adapteringen, namelijk die van 72 en 67 mm. Bij de voorzetlens van 58 mm zitten de ringen van 49 en 55 mm. En wat krijg je als je de Nissi close-up lens bij ons bestelt? De kit komt in zo'n doosje. Dit is die van 58 mm. En die gaan we eens even uitpakken. En een van de eerste dingen die je tegenkomt
zijn de adapterringen die je dus op andere diameter lenzen kan bevestigen. En dan heb je een heel handig opbergtasje. Het is heel stevig, je kan hem zo in je fototas meenemen en het neemt niet veel ruimte in beslag. Hier zit de lens in. En een mooi beschermdopje om je lens te beschermen tegen beschadigingen. En aan de andere kant zit het schroefdraad waarmee je hem direct op je lens kan schroeven. En je bent eigenlijk klaar om te beginnen. En het belangrijkste kenmerk van de voorzetlens is dat hij van hele goede kwaliteit is. Het is toch extra glas wat je voor je lens schroeft. Daarom is het heel belangrijk dat je goede kwaliteit glas hebt waarbij je geen scherpte verliest, geen kleur verliest, geen details verliest. En bij deze close-up lens van Nisi is dat allemaal niet het geval. Daarom werken wij er zo graag mee. Verder is hij makkelijk mee te nemen. En aangezien wij heel veel in de natuur fotograferen, is dat een hele grote plus voor ons. En dan gaan we het nu hebben over de macrofotografie. Ik ga jullie wat vertellen over scherpte-diepte, scherpstellen, een stukje belichting en een stukje compositie. De scherpte in de macrofotografie is heel belangrijk. Er is maar een heel klein stukje scherp in beeld en het is des te belangrijker waar je die legt in je beeld. Heel bepalend voor de foto. Dus bij scherpstellen raden we aan om handmatig scherp te stellen. Dan heb je de meeste controle over je scherptegebied. Wil je toch automatisch scherpstellen? Kies dan voor één scherpstelpunt. En laat vooral niet de camera beslissen waar je scherpstelpunt ligt. Om bewegingsonscherpte te voorkomen kan je een statief gebruiken. Wij gebruiken ook vaak een macro-statief met een macro-rail, zodat je de scherpstelling heel goed kan bepalen. En we werken ook graag flexibel uit de hand. Alleen ja, dan is het wel lastig om je scherptepunt te houden waar je die wil hebben. Want je scherptediepte is zo klein dat je, ja, je bent al heel snel heb je scherpte ergens anders gelegd. Dus dan raden we aan om bijvoorbeeld op je ellebogen te steunen. Hè, dat je een beetje een menselijk statief hebt. Zodat je toch wat, ja, wat stabiliteit hebt. Verder kan het helpen om heel langzaam uit te ademen tijdens het fotograferen. Of je adem in te houden. Zodat je des te stabieler met je handen bent om bewegingsonscherpte te voorkomen. Wij werken in de macrofotografie bewust met grote diafragma's. Dat betekent een kleine scherptediepte. Dat willen wij omdat we juist onscherpte in de voor- en in de achtergrond willen voor de sfeer van de foto. Bij ons is niet alleen het onderwerp belangrijk, maar zeker ook hoe de voor- en de achtergrond eruit zien. Dus eigenlijk het hele beeld dat de sfeer bepaalt van de foto. En die kleine scherpte-diepte in de macrofotografie, die wordt veroorzaakt door en het grote diafragma en de afstand van je onderwerp. Omdat je zo dicht op je onderwerp zit, wordt de scherpte-diepte kleiner. Als je verder weg van je onderwerp gaat zitten, wordt de scherpte-diepte in je foto groter. En dan een stukje over compositie. Jullie hebben vast wel eens van de regel van derde gehoord. Dat je onderwerp of een lijn in je foto op een van de lijnen of een van de snijvlakken valt in de foto. Het is onderzocht dat dat aantrekkelijk is om naar te kijken voor de mens. En dat is zeker ook een goed uitgangspunt om mee te beginnen. Je moet ergens beginnen, je komt op een locatie, je weet niet goed wat je met de compositie moet doen. Kijk dan naar de regel van derde en wellicht activeer je het raster in je camera, zodat je heel nauwkeurig kan kijken waar je je onderwerp in je foto wil leggen. Maar waar ik daar ook zeker is van af, hè? Hoe leuk is het om in portretstand, zeg maar, je camera te draaien, dat je een verticale foto krijgt. Toe te passen in de macrofotografie. Hè? Vaak goede dingen omhoog. Als je een bloem hebt met een steel en je wil de stelen ook op. Het kan ook heel goed werken om je onderwerp juist in het midden te plaatsen. Als je recht op een onderwerp, plat op een onderwerp, zeg maar, fotografeert. Als je de structuren kan benadrukken van bloemblaadjes bijvoorbeeld. Of juist de hoed van een paddenstoel met alle structuren. En vergeet ook niet dat je zelf van positie kan veranderen. Hè? Zeker in de macrofotografie, waarin de scherptediepte zo klein is, scheelt dat heel veel of je enkele millimeters of een centimeter opzij gaat. Dan krijg je alweer hele andere dingen in je beeld. En je kunt natuurlijk ook die onscherpte gebruiken in je foto. Want wij werken dus graag met een kleine scherptediepte, waardoor er veel
onscherpte in je foto is. Een bokeh noemen ze dat. En die kan je gebruiken en op een plek leggen waar je rust in de foto wil creëren. Als je een hele rommelige ondergrond hebt en je zorgt dat daar de onscherpte ligt, kan je je foto meer in balans brengen. Dan kan je meer rust brengen en de focus leggen op jouw onderwerp. Nu ga ik je nog wat vertellen over verschillende creatieve technieken. Want wie ons kent, weet dat wij van creatieve fotografie houden. Dat we dat het leukste vinden om te doen. En daar is in de natuur ook zeker heel veel mogelijkheid voor. Ook in de macrofotografie. Ik heb net al wat verteld over die kleine scherptediepte. Die scherptediepte ligt in een lijn op een bepaalde afstand van je lens. Dat ligt eraan waar je scherp stelt. Met de Nisi voorzetlens is dat tussen de 22 en 30 centimeter. Dus die lijn, die dunne lijn die scherp is in beeld, als je hier je lens hebt, daar bevindt je onderwerp zich. Maar dat betekent dat wat er voor ligt en wat er achter staat, dat dat onscherp is in beeld. En naarmate het verder van je scherptegebied ligt, van die ene lijn, is het onscherper in beeld. Dat betekent aan de voorkant, maar ook aan de achterkant. En die onscherpte kan je gebruiken. Wij gebruiken een techniek die noemen we door de vegetatie heen fotograferen. Zeker als er wat troep op de voorgrond ligt, is dat een ideale manier om te gebruiken. En dat betekent dat er vlak voor je lens, dat je bijvoorbeeld wat blaadjes gebruikt, of er liggen al wat blaadjes, die je vlak voor je lens plaatst, of als ze op de grond liggen, vlak voor je lens legt. En doordat ze zo dicht bij je lens liggen en je onderwerp verder weg ligt, wordt dat onscherp in beeld. Het is daarbij wel belangrijk dat de afstand van je lens tot de blaadjes korter is dan van de blaadjes tot je onderwerp. Zo krijg je dus een onscherpe voorgrond die je een beetje zelf kan bepalen in de macrofotografie. Nu ga ik wat vertellen over lichtcirkels in je beeld. Lichtcirkels wordt vaak bokeh genoemd. Dat klopt wel, het is een vorm van bokeh, maar bokeh is eigenlijk een Japanse term voor het onscherpe gedeelte in je foto, voor alle onscherpte in je foto. En lichtcirkels is daar één van. Lichtcirkels kunnen heel veel sfeer in je foto creëren en je kan ze ook een beetje positioneren waar je wil. Nou, hoe ontstaan lichtcirkels nou? Lichtcirkels komen van elke lichtbron of van elk reflecterend oppervlak dat buiten je scherptegebied valt. Dus buiten die scherpe lijn van je lens. En dat kan zijn dat je gaten door het bladerdek op de achtergrond hebt. Dat is ook een lichtbron. De gaten moeten niet te groot zijn, anders worden het gewoon grote witte vlakken. Maar wat kleinere gaatjes, zodat je mooie vormen krijgt. Het kan zijn van druppels als het heeft geregend. Of je kan zelf een plantenspuitje meenemen en op wat blaadjes spuiten. Dan zoek je een beetje de juiste hoek, want ze doen echt mee in je compositie, zodat ja, het een toevoeging is aan het beeld. En het is daarbij belangrijk dat je met een groot diafragma werkt, dus een laag getal, om te zorgen dat de bollen niet te scherp overkomen. Dan komen ze zachter en groter in beeld. Verder is het belangrijk de goede hoek te zoeken ten opzichte van het licht. Want je hebt een beetje tegenlicht nodig, zodat dat licht als een bol in je foto verschijnt. Als wij op zoek gaan naar een onderwerp, dan kijken we vaak naar de voor- en de achtergrond, omdat die dus net zoveel rol hebben in de foto als het onderwerp zelf. Maar ook naar hoe het licht valt. Wij werken zelf altijd met natuurlijk licht. Dat vinden we het mooiste en de grootste uitdaging ook om mee te werken. Want juist de lichtval in een foto kan een foto ja, van een heel alledaags onderwerp een hele bijzondere foto maken. Dus als je op locatie bent, kijk goed om je heen als je op zoek bent naar een onderwerp. Wat spreekt je aan in het onderwerp? Is het de kleur? Zijn het de structuren, patronen, de vormen? En als je weet wat je aanspreekt, hoe ga je daar de nadruk op leggen? Hoe ga je dat doen in je compositie? Waar ga je hem plaatsen? Recht in beeld of wil je inderdaad een vorm volgen door een staande foto te maken? Er zijn heel veel mogelijkheden. Verder kijken we naar de lichtval, zoals ik eerder zei, de donkere en de lichte partijen, de schaduwwerking op je onderwerp, de voor- en de achtergrond, wat kan ik daarmee en zijn die geschikt om de foto te maken zoals ik die wil hebben. Bekijk een onderwerp altijd van verschillende standpunten.
Dat heeft ook met de lichtval te maken, want het licht is van de ene kant heel anders dan van de andere kant. Bovendien komen er andere details in beeld, andere dingen in voor- en achtergrond. En dat is in de macrofotografie zo mooi. Je onderwerp is meestal heel klein, waardoor je makkelijk om het onderwerp heen kan bewegen om te zien waar jij de mooiste compositie kan maken. En kijk vooral ook door je camera en door de lens om te zien hoe je onderwerp eruit gaat zien. Hè? Je ziet door je camera en je lens iets anders dan dat je met het blote oog ziet. Hier zie je bijvoorbeeld allemaal blaadjes liggen, wat mosjes ertussen, wat takjes. Met het blote oog zie je alles scherp. Maar juist door je camera en je lens en de scherpte maar op één enkel randje van het blaadje te leggen, krijg je een heel ander beeld, een hele andere sfeer in beeld. Dus blijf open voor wat je tegenkomt, dat is één. Want overal zijn macro-onderwerpen te vinden als je ze maar wil zien. En ten tweede, blijf door je lens kijken en door je camera om te zien wat die kleine scherpte diepte doet. En hoe de sfeer in je beeld vormt. Dat zijn de belangrijkste dingen om in acht te houden als je op pad gaat. We hebben dus een stukje door het bos gelopen en we zijn al verschillende paddenstoelengroepen tegengekomen. Maar we gingen op zoek naar paddenstoelen waarbij de omgeving ook meewerkt om die te fotograferen. Nou hebben we een groepje van die hele kleine oranje paddenstoeltjes gevonden die mooi tussen het mos staan. En ik ben aan deze kant van de paddenstoelen gaan zitten. Daar staan de paddenstoelen, gaan we zo bekijken. Maar ik ben aan deze kant gaan zitten. Omdat er bos op de achtergrond is waar het licht mooi doorheen valt. Dan kan je met een mooi zacht bokeh en met licht en donker werken. En dat doe ik vandaag met mijn 70-200 lens van Tamron. Dat is een telelens. En die heb ik meegenomen omdat er vaak in het bos hele mooie dingen te fotograferen zijn. Met je telelens, een beetje intieme landschapjes. Dus die lens wilde ik graag mee, maar door deze Nisi close-up lens maak je van je telelens een macro lens. Dus daar zijn we nu mee bezig. En het is herfst, blaadjes vallen naar beneden, dus we gaan lekker aan de gang. Yvonne is er even op haar gemak bij gaan zitten. Je ziet een afgezaagde boomstronk met tientallen paddenstoelen op. Verschillende soorten ook, zie ik. En ze liet me net al een foto zien van een paar paddenstoelen met heel mooi onscherpe lichtcirkels in de achtergrond. Er zit best veel diepte in de foto. Ze fotografeert nu met een Canon 5D Mark IV met daarop een Tamron objectief 35 tot 150 mm. En daarop heeft ze dus weer de Nisi close-up lens. En dat maakt het mogelijk om met deze lens op 20 tot 30 centimeter voor die close-up lens scherp te stellen. Nou, Yvonne is nog eventjes bezig, zie ik. Probeer haar niet uit haar concentratie te halen. Bij macrofotografie komt het echt op de laatste millimeter aan natuurlijk. Waar stel je scherp? Wat neem je precies in beeld? Steken er geen takjes of grasjes in beeld? En leg je de scherpte precies op de plek waar je het wilt hebben. En controleer dat ook altijd eventjes achteraf. Net zoals met het histogram. Kijk even of je geen uitgebeten hooglichten in je foto ziet. Tenzij je dat heel bewust wilt natuurlijk. Hè. Dan is er helemaal niks mis mee. De close-up lens nemen we meestal wel mee als we gaan fotograferen. Dan hoeven we geen macro-objectief mee te nemen. En kunnen we toch macrofoto's maken. Je kunt dan lekker dichtbij scherp stellen. Je hebt nog een vrij wijde hoek, waardoor dat je compositie ietsjes ruimer wordt. En we vinden het echt een superhandig hulpmiddel met een hele kleine scherpte diepte. Yvonne heeft een hele kleine paddenstoel gevonden. Die staat hier ergens midden in het bos. En de ondergrond is vrij rommelig, maar gelukkig liggen er veel bladeren in de buurt. En ze heeft een aantal bladeren voor en achter en zelfs ook nog naast de paddenstoel gelegd, zie ik. Waardoor dat ze de voor- en achtergrond wat rustiger maakt. En als ze niet steeds geraakt wordt, de vallende bladeren, dan zal ze weer een ander blad pakken en kijken hoe dat werkt. Bladeren hebben
verschillende vormen, verschillende structuren. En die kun je heel mooi in je voordeel laten werken. Het is natuurlijk wel eventjes zoeken hoe dat werkt. Ze legt niet alleen bladeren bij de paddenstoel. Ik zal de paddenstoel heel eventjes aanwijzen waar het om gaat. Want volgens mij is die bijna niet te zien. Die staat dus hier. Met een doorsnee van nog geen 2 centimeter, denk ik. En ze heeft ze juist ook een paar bladeren vlak voor haar lens gelegd. Vlak voor de Nisi close-up lens gelegd. Die is ze weer opnieuw aan het herpositioneren. Om maar voor een rustige voorgrond te zorgen. Ze heeft de camera met lens op de grond gelegd. Nu zal niet iedereen dat doen. Maar je kunt er natuurlijk ook een zakje of een stuk karton of wat ook onder leggen. Om je camera wat beter te beschermen. Dit betekent dat we thuis niet alleen de foto's gaan bekijken. Maar dat er ook nog een beetje gepoetst moet gaan worden. We hebben een nieuwe paddenstoel gevonden. Of eigenlijk 3 paddenstoeltjes. En die groeide aan een stukje dood hout met mos. Die kon je zo oppakken. En we hebben hem even op een boomstam gelegd, zodat we er mooi een beetje van onder konden fotograferen. Nu werken wij het liefste met natuurlijk licht. Dat doen we in 99,9% van de gevallen. Maar sommige situaties, die kunnen bijna niet anders dan dat je kunstlicht bij gaat gebruiken. Hier wilden wij een donkere foto maken, alsof het avond is eigenlijk. Daarom hebben we onze tassen erachter gezet voor de donkere achtergrond te maken. En ik heb 3 strops onderbelicht, zodat het ook echt helemaal donker, helemaal zwart wordt erachter. We hebben met het lampje gewerkt. Frank heeft even geassisteerd met het spuitje. Te spuiten tussen het licht en de paddenstoelen. Dus het licht van onder belicht. En te spuiten tussen het licht en de paddenstoelen. En dan zie je dat er hele kleine druppeltjes vandaan komen. En die druppeltjes, omdat die tussen het licht en de paddenstoelen vallen, zijn die ook belicht. En dan krijg je een beetje druppeltjes die oplichten, zeg maar. Alsof het donker is en het regent. Een hele bijzondere sfeer krijg je dan in beeld. Als het donker is, als het echt natuurlijk donker is geworden, dan is het makkelijker om dit te beoefenen. Maar nu zijn we hier, nu hebben we de gelegenheid. En soms moet je het gewoon doen met wat je krijgt en creatief zijn in je oplossingen. Maar zo zie je dat in de macrofotografie de mogelijkheden zijn eindeloos. Als je maar creatief blijft en goed blijft denken van, wat is er zoal te fotograferen en wat kan ik ermee? Wat zijn de mogelijkheden met de apparatuur die ik heb? Ik heb hem op bijna 135, zeg maar 130 mm gefotografeerd. Ook weer met de close-up lens. Nauwkeurig scherp gesteld, onderbelicht en de ISO flink verhoogd. Omdat er een korte sluitertijd moest zijn voor de druppeltjes. Anders worden het soort van streepjes of je ziet ze niet eens meer. Dus omdat het druppeltjes moeten zijn, is het een hele korte sluitertijd nodig. Dus de ISO wel flink omhoog gezet. Het is gewoon heel leuk om te doen, zo creatief. Ik heb hier een kleine paddenstoel gevonden, zo'n mooie paarsblauwe. De omgeving van die paddenstoel die is vrij rommelig, dus ik heb hier ook weer een aantal bladeren genomen. En die rondom de paddenstoel heen gelegd. Om ervoor te zorgen dat ik rust in de voor- en achtergrond krijg. Wat resultaat betreft. We laten de foto zo meteen even in het groot zien. Maar wat het resultaat betreft, ik hou hier wel van. Een heel mooi kleurcontrast. Wat meer rust in voor- en achtergrond gebracht. Maar het kan nog wat rustiger. En ik moet het heel voorzichtig gaan doen. En ik probeer de blaadjes nu weer op een andere manier neer te leggen. Met één hand. Dus even kijken, zo. Omdat er toch ook nog een paar centimeter afstand zit tussen de hoed van de paddenstoel en de achtergrond. Oké. En dan gaan we weer voor handmatig. Kun je de scherpte zeer nauwkeurig leggen. Ik werk op dit moment met een diafragma van f4, ISO 640.
sluitertijd 1/250ste seconde. Want ik merk dat ik een heel klein beetje tril. En ondanks de beeldstabilisatie in de lens wil ik toch graag een foto zonder bewegingsonscherpte. Dus ik heb die korte sluitertijd in combinatie met die hoge ISO-waarde gewoon nodig op dit moment. We hopen dat je het een leuke en leerzame workshop vond. We zijn bijna klaar en hebben nog een aantal mooie aanbiedingen voor jou. Maar voordat we daarna overstappen, hebben we eerst nog wat anders. Als je meer wil weten over macrofotografie, dan kun je altijd terecht in ons fotografieblog op de website. In dit fotografieblog publiceren we vrijwel wekelijks een nieuw artikel. Zo zijn er bijvoorbeeld artikelen over bokeh en macrofotografie, maar ook bijvoorbeeld over macrofotografie met tegenlicht. Wil je met ons op pad? Dan kan dat natuurlijk ook. Er is altijd een passende workshop en we kunnen fotografen van alle niveaus begeleiden. Of je nu beginner bent of al 40 jaar ervaring hebt, we zorgen ervoor dat je een leuke en leerzame workshop bij ons volgt. We hebben workshops in de landschapsfotografie, in de macrofotografie natuurlijk, ook aan de kust.